Een kleine rechtzetting wat gisteren betreft. En het gaat over deze oefening. Die oefening 30, waar we de afstand tussen de evenwijdige vlakken alpha en beta moesten berekenen. Ja. Nu, ik had hier op de tekening aangeduid dat het niet over de blauwe afstand gaat, ja, maar wel over de rode afstand. Dat is juist. Hè? Dus we moeten inderdaad niet de blauwe afstand berekenen, maar wel de rode afstand. En ik had u daarbij verteld dat die blauwe afstand 1 was. Ja, omwille van het feit dat daar die 1 staat, een verschuiving in de z-richting. Dat klopt niet helemaal. Er was ook een vraag over, van hoe weet je dat dat een z-richting is? Ja, dan heb ik erover nagedacht. Dat klopt eigenlijk niet helemaal. Om het helemaal juist te maken, is die blauwe afstand eigenlijk 1 tweede. Ja, nu is het juist, zoals het nu op de slide staat. Dus dat is nog altijd niet de gevraagde afstand, uiteraard. Hè. We moeten de rode berekenen. Dus deze einduitkomst, voor alle duidelijkheid, is wel degelijk correct. Ja. Dus daar gaat het hem niet om. Maar het gaat hem over die blauwe afstand en hoe groot die nu precies is. Nu, om u dan een keer te tonen hoe dat komt, heb ik een keer... GeoGebra kennen jullie wel, denk ik. GeoGebra is eigenlijk een tool, een online tool, waarmee je zo goed als alle wiskundige zaken kan mee doen. En ook 3D. Ja, dat bestaat nog niet zo lang, maar 3D is ook wel handig. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb die twee vlakken eventjes getekend. Ja, met behulp van GeoGebra. Dus juister kan niet dan dit. Hè. We zien het roze vlak en het groene vlak. Dus dat is accuraat met mijn voorstellingen die ik gemaakt heb. Die vlakken zijn duidelijk evenwijdig. Ja. En als we nu goed willen een zicht krijgen op die blauwe en rode afstand, dan gaan we ons standpunt een klein beetje draaien. Dus wat ik ga doen, dus kijk goed. We gaan ons een beetje vanaf de zijkant gaan opkijken. En dan krijg ik bijvoorbeeld dit. En dit is wel leuk om te zien, omdat je nu... Het is weer weg, voilà. Even terug. Proberen. Ja, zo. Kijk. Nu zie je eigenlijk mooi die twee vlakken, die nu eigenlijk twee lijntjes geworden zijn. Hè. En nu zie je heel goed wat er bedoeld wordt, vind ik. Twee vlakken zijn evenwijdig, dat is evident. Het ene vlak gaat door de oorsprong. Dat is vergelijking 2 op mijn figuur, hier deze. Die x plus 2 en mijn 2 zet is 0. Die gaat door de oorsprong. Logisch, hè? 0, 0, 0 ligt daarop. We zien duidelijk wat er gevraagd is. Wat er gevraagd is, is ja, wat ik de rode afstand genoemd is, dat is deze loodrechte afstand tussen die twee vlakken. Dat is eigenlijk wat ik moet gaan berekenen. Ja. Maar we zien inderdaad dat het roze vlak, vergelijking 1, dat boven dat groene vlak ligt, maar niet 1, zoals ik heb beweerd, maar wel, zoals je inderdaad ziet, een halfje, 1 tweede. Nu, hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk eenvoudig te verklaren. Is er iemand die dat zou kunnen verklaren, waarom het dan nu precies een halfje is? Hoe kom ik daaraan? Hoe zou je dat kunnen weten, dat dat een halfje is? Misschien is er iemand die dat kan verklaren. Hoe weet ik dat dat nu precies een halfje is, dat dat er boven ligt en niet 1? Herinner u, hier bij die groene vergelijking, de oorsprong ligt daarop. Hè? 0, 0, 0 voldoet. Hè? Misschien moet ik je proberen na te gaan. Niet, de oorsprong ligt hier niet op, hè? Op die roze uiteraard. Maar welk punt ligt daar wel op? Welk punt ligt daar wel op die roze? Door gewoon een keer een paar waarden in te vullen. Eenvoudige waarden uiteraard. Niemand? En er is een idee. 001 tweede. Inderdaad. Dus eigenlijk, dat is wat ik doe. Hè. Dus in plaats van 000, ja, de oorsprong ligt er niet op, maar als ik ga kijken, ja, als ik x en y 0 stel, dan wil ik eigenlijk gaan kijken, wat moet mijn z aannemen? En dan zie ik als x en y 0 is, dat mijn z moet gelijk zijn aan 1 tweede. Dus dat is de verklaring eigenlijk waarom dat er juist 1 tweede boven ligt. Dus de tekening zoals ik die nu hier gemaakt heb, die is juist. Hè. Ja, als je die twee vergelijkt, ja, dat is eigenlijk wat ik wou. Hè. Dus vandaar die 1 tweede. Dus eigenlijk, kort gezegd mensen, en dat was eigenlijk de boodschap van Einstein die ook al duidelijk was, op basis van die 1 die daar staat, kan je niets besluiten over de afstand tussen die twee vlakken. Hè. Niets, hè. Niets, niets. Wat je moet doen is ja, de basistechniek volgen op basis van de formule die we gisteren hebben gezien. Ja. Dus dat was eventjes een verduidelijking. Dus als je kijkt naar het filmpje van Einstein, ga je zien dat daar nog een 1 stond. Dat is het niet juist. Het moet dus, zoals we nu zien, op deze tekening duidelijk 1 tweede zijn. Oké, is dat duidelijk? Ja, dat was een kleine opheldering. Ja,
Ik denk niet dat dat zo moeilijk was om te volgen. Oké, dan gaan we die nu maar straks terug dicht. We gaan de presentatie terug beginnen zoals we ze kennen. Dus dat betekent dat we een venstertje gaan doen. Ruimte meetkunde delen. Zo, dus nu zouden jullie normaal gezien dat venstertje moeten zien staan. Gisteren hebben we dus het uitvoerig gehad over die afstandpunt vlak. Ja, we hebben daar een paar inleidende oefeningen op gemaakt, waarbij we afstandpunt vlak hebben berekend. Trouwens, ik heb hier ook nog één ding toegevoegd, dat zie je hier. Ja, dat was eigenlijk een beetje ook iets dat ik vergeten had. Ja, sorry daarvoor, maar ik had de k-waarde berekend, maar ik had eigenlijk geen antwoord gegeven op de vraag. Hè. Als je de vraag leest, bepaal Cartesiaanse vergelijking van de vlakken die evenwijdig zijn met, ja, dan moet uw antwoord geen k-waarde zijn. Nee, uw antwoord moet een vlak zijn. Ja, dus vandaar, er zijn twee vlakken, beta 1 en beta 2. Dus ook dit heb ik toegevoegd op de slides in vergelijking met wat ik tijdens het filmpje heb laten zien. Oké, dan gaan we vandaag kijken naar een andere toepassing. En we zijn er bijna, zoals ik al zei. Dus in plaats van afstandpunt vlak, gaan we het hebben over de afstand tussen twee kruisende rechten. Een probleem dat bijvoorbeeld in de bouw wel vaak ontmoet wordt. Ja, waar je dan wanneer wilt weten hoeveel dat die afstand is. En ja, ik zal het verhaal verder maken, een keer dat we de voorbeelden gaan zien. Laten we beginnen met een eenvoudige oefening. Ja, nee, die hebben we gezien. Dat was gisteren. Sorry daarvoor. Voilà, de inleiding. Waarover gaat dat? We gaan even kijken. We hebben een kubus met ribben 2. Ja, en ik wil de kortste afstand. Het is weer hetzelfde verhaal. Hè. Het was gisteren ook zo, afstandpunt vlak. We bedoelen daarmee de kortste afstand. Hè. De loodrechte afstand gemeten. Als het gaat over de afstand tussen twee kruisende rechten, bedoel je uiteraard ook de kortste afstand. Oké, ik heb hier drie voorbeeldjes. Je ziet de kubus staan, dus het is iedere keer een kubus met ribben 2. En ik zie iedere keer twee kruisende rechten, zowel een A, een B als een C. Ik heb die rechten ook voor u een keer getekend, dat zijn ze. Dus bijvoorbeeld een A is dat ED en BC, en dan hebben we HF en AC en EF en BG. Oké, en ik wil de kortste afstand tussen die gegeven kruisende rechten kennen. Het is aan u. Hoeveel is die kortste afstand? Je mag die gewoon uitrekenen. Ik beweer dat je daar niet veel voor nodig hebt. Klein beetje ruimtelijk inzicht levert u snel het juiste antwoord. Ik begin met A, hè. Dat is de makkelijkste. Wat is de kortste afstand tussen BC en DE? Oké, er zijn een aantal antwoorden. 2, dat is allemaal juist uiteraard. Ja, die kortste afstand is 2. Merk op. Die kortste afstand is 2, dat is juist. En je ziet ook, ja, dat zijn kruisende rechten, ED en BC, dat is ook duidelijk. En het valt ook op, je kan die rechten blijkbaar in twee evenwijdige vlakken steken. Ja, die zijn kruisend, die rechten, ED en BC, maar het linkerzijvlak en het rechterzijvlak, daar liggen die rechten in. En die twee vlakken, die zijn evenwijdig, dat is duidelijk. En eigenlijk is die kortste afstand tussen die rechten gewoon de afstand tussen die twee evenwijdige vlakken. Ja, hè? Oké, ik heb nog een tweede vraag. Over diezelfde tekening. Die kortste afstand is 2. Waar vind ik die kortste afstand terug? Op de tekening. En je kunt nu zeggen, overal en meneer, want dat is gewoon de afstand tussen die twee evenwijdige vlakken. Dat is juist. Maar herinner u wat ik u gezegd had? Wat we eigenlijk willen doen, is met die kortste afstand een loodlijn tekenen, een loodrechte afstand, zowel op ED als BC. Dus wie kan mij zeggen, wat is de gemeenschappelijke loodlijn, zo noemt dat, tussen ED en BC? En je kan die gewoon benoemen. Je hebt daarvoor letters genoeg op de tekening. Oké, er komen een paar antwoorden, maar ik ga even kijken, en die zijn allemaal juist. Oké? Dus inderdaad, dat is die gemeenschappelijke loodlijn. Zie je dat? DC, dat is de rechte die loodrecht staat op ED, loodrecht staat op BC, die twee rechten ook snijdt. Ja, die snijdt die twee rechten. En uiteraard is de lengte van die gemeenschappelijke loodlijn gelijk aan 2. Oké, maar merk dus ook op dat die afstand 2 overal zit. Hè. Dus die DC, maar je kunt eigenlijk ook zeggen EF. EF is dezelfde afstand. Natuurlijk, EF is niet de gemeenschappelijke loodlijn, want EF snijdt BC niet. Ja, wil je de gemeenschappelijke loodlijn kennen, dan moet je de twee rechten snijden. En dan is DC de enige die voldoet. Oké. Wie probeert B? De vragen zijn hetzelfde. Eerst en vooral, wat is die kortste afstand?
Oké. Dus inderdaad, we zien inderdaad, die kortste afstand is opnieuw 2. Ja, wat je nu eigenlijk doet, is je oriëntatie een beetje veranderen. Dus ik heb weer twee kruisende rechten. Ja, en ik krijg ook voorstellen voor de gemeenschappelijke loodlijn. En jullie hebben die wel meteen door, hè. In deze voorbeelden zie je dat meteen, hè. Dat is de bedoeling waarom ik daarmee begin, hè. Je zegt van, oké, ik kan dat wel een beetje inschatten, die afstand is 2. Ja. Maar kop, die twee rechten die liggen opnieuw in twee vlakken die evenwijdig zijn. Het bovenvlak en het grondvlak. En als ik die gemeenschappelijke loodlijn zoek, ja, dan voel je wel aan, hè, je hebt daar niet zoveel ruimtelijk inzicht voor nodig om in te voelen van, ja, we moeten het midden van HF verbinden met het midden van AC. Dan heb ik inderdaad een rechte die loodrecht staat op de beide rechten en die ook net die lengte 2 heeft. Oké, de laatste is moeilijker, hè? De laatste is moeilijker om op zich te doen. Dus je zult zien, het is iedere keer, dus de tweede was ook al iets moeilijker, de derde is echt wel al moeilijker om op zich te gaan doen. Ja? En daarom willen we een techniek hebben die ons in staat stelt om het sneller te doen. Ik heb wel al een juist voorstel binnengekregen van Nathan. Oké, ik krijg er nog die juist zijn. En dan ben ik benieuwd, kan je mij zeggen waar ik de gemeenschappelijke loodlijn terugvind? Dus de afstand, die is intussen 2 keer juist binnengekomen. Oké, en ik krijg ook, en dat is goed, hè, goede voorstellen voor de gemeenschappelijke loodlijn. Die bevindt zich daar. Die bevindt zich van F naar het midden van GB. En je kan die afstand inderdaad berekenen als wortel 2. Oké, dus die laatste was al iets moeilijker, hè, om in te zien van, ja, dat is nu precies. Ten eerste die gemeenschappelijke loodlijn en ten tweede, hoe lang is die dan? We kunnen weer opmerken, dat is misschien wat moeilijker om in te zien, maar je kan weer in principe twee vlakken gaan tekenen die evenwijdig zijn, waarin EF en GB liggen. Ja? Voor GB neem je gewoon het diagonaalvlak, ABGH. En voor EF kan je een evenwijdig vlak tekenen. Ik heb het nu niet toegevoegd aan de tekening, maar je kan een evenwijdig vlak tekenen met dat diagonaalvlak door EF. Eigenlijk is dat hetzelfde diagonaalvlak, maar een beetje vooruitgeschoven. Ja, dat kunt u wel voorstellen, hè? Dat komt een beetje uit je kubus. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Oké, wat willen we nu in deze les? Het is uiteraard, dit is wel goed dat je dat kunt, hè? Ik vind dat je dat wel moet kunnen, zo, op basis van een eenvoudige tekening, die gemeenschappelijke loodlijn tekenen en die afstand bepalen. Als dat op zich kan, waarom niet? Maar we willen eigenlijk een techniek die ons in staat stelt om dat in elke omstandigheid te doen. Elke omstandigheid. En ook zonder tekening. Ja, want hier heb ik tekeningen, dus hier kan ik. Maar ik wil gewoon rekenen, hè. Dat is eigenlijk de bedoeling. De gemeenschappelijke loodlijn, die heb ik dus 3 keer benoemd. Dat is een belangrijk begrip. Nu gaan we het keer in het algemeen doen. Hoe volgen nu? Dus wat hebben we? Twee kruisende rechten, in het algemeen. A en B. Dus het is weer dat verhaal dat die twee rechten zo'n beetje, hè, zo boven elkaar liggen. Hè. Dat is zo de standaard manier die ik gebruik om twee kruisende rechten na te duiden. Oké. Wat wil ik doen? Ik wil de afstand kennen tussen die twee kruisende rechten. De kortste, uiteraard. Ik heb net gezien dat dat eigenlijk gewoon de afstand is tussen de voetpunten, noemt men dat, van de gemeenschappelijke loodlijn. Ja, wat zijn die voetpunten? In het eerste voorbeeld A is dat D, is het eerste voetpunt, C is het tweede voetpunt. In uw tweede voorbeeld is dat het midden van HF, het midden van DC, dat zijn uw voetpunten. En in het laatste voorbeeld is dat F en het midden van GB. Oké, en ik weet nu inderdaad dat dat deze afstand is. Dus ik heb dat eventjes geschetst op mijn tekening. Ja, ik wil eigenlijk die loodrechte afstand tussen die twee rechten. Ja, ik heb de loodrechte tekens toegevoegd. Ik wil de lengte van die stippellijn, die wil ik eigenlijk kennen. Dat is de bedoeling. Maar ik heb net gezien in mijn voorbeeldjes dat ik er blijkbaar altijd in slaag om twee vlakken te tekenen die evenwijdig zijn, waarin A en B liggen. Ja, dat lukt altijd. Dat was bijvoorbeeld in A het linker- en het rechterzijvlak. Dat was bijvoorbeeld in B het boven- en het ondervlak. En in het algemeen lukt u dat ook altijd. En ik heb die eventjes toegevoegd op mijn tekening. Zie je? Dus eigenlijk heb ik daar twee vlakken, alfa en beta. Je moet dit interpreteren als de rechte B die ligt in beta, de rechte A die ligt in alfa. En die stippellijn, dat is nog altijd wat ik wil berekenen, hè? Dat is nog altijd die gemeenschappelijke loodlijn. Die afstand wil ik kennen. Nu, wat zie ik ook? Ik zie dat die stippellijn, dat is eigenlijk de afstand die ook hier in het rood stond, hè? Dus de afstand, de lengte van die gemeenschappelijke loodlijn. Maar die lengte die zit overal tussen die twee evenwijdige vlakken. Die lengte is ook gewoon de afstand tussen het linker- en het rechterzijvlak in oefening A. En in oefening B gewoon de afstand tussen het boven- en het ondervlak. Dus je hoeft eigenlijk, en dit is een heel belangrijk inzicht,
Je hoeft eigenlijk die voetpunten niet te kennen. Dat is niet nodig. Het enige wat je moet kennen is, zijn eigenlijk die twee evenwijdige vlakken. En dan kan je de afstand tussen die twee vlakken gaan berekenen. Anders gezegd, kijk wat ik daar gedaan heb. Ik heb daar gewoon die afstand op een andere manier even getekend. Dus de zwarte stippellijn, die is uiteraard perfect even lang als die rode stippellijn. Maar die gaat gewoon de afstand tussen de twee evenwijdige vlakken gaan berekenen. Maar het is nu net die afstand die ik wil kennen. Wel, op die manier vinden we een stappenplan en vinden we een methode. Hoe berekenen we de afstand tussen twee kruisende rechten A en B in het algemeen? Wat gaan we doen? Kijk goed. Het eerste dat we gaan doen is dat punt P bepalen. Dat punt P, wat is dat eigenlijk? Dat punt P is een punt op de rechte A. Waar dat dan ligt, doet er niet toe. Ja, ik kan die P schuiven op die rechte A, dat maakt niets uit. Dus ik begin met een P op A te nemen. Gelijk welk punt. Ja. Vervolgens moet ik het vlak beta kunnen bepalen. Dat is belangrijk. Ik moet dat vlak beta kennen. Nu, wat is dat vlak beta? Dat is een vlak dat de rechte B omvat. B moet in beta liggen. Okay. En B, of tenminste het vlak beta, moet ook evenwijdig zijn met de rechte A. Dat zijn de twee voorwaarden waaraan beta moet voldoen. Dus we gaan dat straks een keer in de oefeningen proberen. Hè. We gaan op zoek gaan naar het vlak beta. En dat zal lukken. Hè. Wat heb je nodig om een vlak te bepalen? Herinner u, je hebt een punt nodig en twee richtingsvectoren. Nu, als die rechte B er moet inleggen, heb je al zeker een punt, namelijk een punt op B, willekeurig, en de richting van B. Wil je dat het vlak ook evenwijdig is met A, dan neem je uiteraard ook de richting van A. Dus op zich is dat niet lastig om dat vlak te bepalen. En de laatste stap is dan uiteraard bereken de afstand van het punt P tot het vlak beta, met behulp van de afstandsformule die we gisteren hebben gezien. Dit is eigenlijk het stappenplan dat we moeten volgen om de afstand tussen twee kruisende rechten te berekenen. Klein nadeel van dit systeem, maar daar kunnen we mee leven, dat is dat we dus eigenlijk die gemeenschappelijke loodlijn niet meer zien. Hè? Ja, je gaat die niet, in het algemeen ga je die niet meer tekenen, en in het algemeen ga je ook die voetpunten niet meer bepalen. Je gaat dat eigenlijk niet meer doen, maar in de praktijk is dat meestal ook niet nodig. Het is niet altijd nodig dat we dat willen weten, waar dat die voetpunten liggen. We willen eigenlijk vooral weten hoe ver liggen die rechten van elkaar. Daar komt het op neer. Dus we hebben meestal genoeg met gewoon de afstand. Gaan we dan een keer proberen. Dat is hetgeen dat ik u vandaag wil uitleggen. Dat is alles. Hè? Het is gewoon dit, deze toepassing. De bedoeling is dat we dit een keer gaan proberen op een oefening. Die dan ja, iets moeilijker is dan de eerste drie die hier staan. Hè? Want ik geef toe, voor de eerste drie heb je dat uiteraard allemaal niet nodig. Hè? En kunnen dat perfect doen zonder dat stappenplan. Nu, we gaan een keer proberen. Kijk, volgende. En zo direct ziet dat wat moeilijker is. Hè? We gaan een keer kijken. Hè? We hebben een kubus. A, B, C, O, E, F, G, H. Daar hebben we eens 4. En ik wil de afstand berekenen tussen de kruisende rechten OB en EC. Ja, misschien zijn er mensen die zeggen van, joh, meneer, ik vind dat je allemaal een beetje overdrijft met je stappenplan. Ik zie dat op zich. En dan ben ik benieuwd, is er wel iemand die mij kan zeggen waar de gemeenschappelijke loodlijn ligt? Van die twee rechten. Mocht ik je proberen, hè? En misschien kan je dan ook zeggen hoe lang dat die afstand is. Te stil. Was ook mijn verwachting. Niemand die probeert de afstand in te schatten? Twee. Ja, ik had wel gedacht dat er een poging ging komen. Ja. Dat wordt soms... Ja, er zijn veel leerlingen die denken, die afstand is gewoon twee, meneer. Ja, oké. Okay. En zou je dan die gemeenschappelijke loodlijn kunnen benoemen? Als je beweert dat die afstand 2 is, dan vermoed ik dat je die gemeenschappelijke loodlijn wel zou kunnen benoemen. Waar zou die dan liggen? Het midden van OB verbinden met het midden van EC. Oké. Okay. Gaan we een keer narekenen of dat juist is. Oké, okay, dat is het vermoeden. Hè? Dat is op zich, allez, ik kan me dat ergens wel voorstellen. Hè? Dat je zegt, van, ik ga het midden van OB verbinden met het midden van OC, EC. Dan heb ik toch die kortste afstand tussen OB en EC. En die afstand is inderdaad 2. Hè? Dat zie je meteen. Hè? Dat zie je op zich, dat die 2 zou moeten zijn. De helft van uw zijde. We gaan dat narekenen. Hè? We gaan kijken of dat onze intuïtie correct is. Hoe gaan we dat doen?
We gaan het stappenplan van daarstraks gebruiken. Ja? Nu, hoe ging dat stappenplan? Nee, ik ga dat voor u proberen goed te herhalen. We hebben onze twee rechten, OB en EC. Kies één van die twee rechten. Ja? Maakt niet uit welke. Bijvoorbeeld, ik kies OB. Ja? Maakt niet uit. Je mag ook de berekening thuis nog een keer opnieuw doen met EC. Ik kies nu OB. Kies een willekeurig punt op die rechten. Wie heeft een voorstel? Kies een willekeurig punt op OB. Uiteraard. Ja, je kiest uiteraard de oorsprong. Hè? Ik hoop dat je echt geen ander punt neemt, hè, mensen. Dat zou echt niet slim zijn. Ja, maar goed, het mocht wel, hè, voor alle duidelijkheid. Mocht jij ook B nemen, hè? Mocht jij ook midden van OB nemen, hè? Maakt allemaal niets uit. Hè? Maar de methode zegt, kies een willekeurig punt op je rechten. Kies dan toch de oorsprong, zou ik zeggen. Oké, nu moet je goed luisteren. Hè? Wat gaan we doen? We gaan een vlak maken. Nu, wat is dat vlak? Dat vlak moet voldoen aan twee voorwaarden. Dus ten eerste, EC moet erin liggen. Ja, dat is de bedoeling. En het vlak moet evenwijdig zijn met OB. Dat is essentieel. Dus we gaan even kijken. Hè. Dat is de voorwaarde die moet voldaan zijn. EC moet erin liggen. Het vlak moet evenwijdig zijn met OB. Wat heb ik dus nodig? Ik heb een punt nodig en twee richtingsvectoren. Wie kan mij zeggen hoe ik dat ga doen? Geef mij bijvoorbeeld een punt. Ik heb een punt nodig en twee richtingsvectoren. Doe maar, hè. Schrijf maar op. Een punt en twee richtingsvectoren. Wat gaan we nemen? EC moet er inleggen in dat vlak. En OB moet evenwijdig zijn met beide. Dat waren de voorwaarden die moesten voldaan zijn. Kan je mij een punt en twee richtingsvectoren noemen? Punt de oorsprong. Dat klopt niet, hè? Dat klopt niet, hè? Uw oorsprong, dat kunnen we niet pakken, hè? Ik herhaal nog een keer. Uw vlak moet EC bevatten. Ja? En evenwijdig zijn met OB, maar dat betekent dat de oorsprong er niet in ligt, hè? Dat kan niet, hè? Dit was nog een ander voorstel, heb ik gezien. Het andere was wel juist, denk ik, hè? Ja, de richtingsvectoren zijn goed. Hè. 404, 040, we gaan even kijken. Hè. 404, dan pak je E. Dat is goed. Wat was nog een voorstel van Eva? 040. Dan pak je C, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. En de richtingsvectoren OB en EC. Ja, dat is juist. Hè. Ja, dat is juist. Dus zorg dat je wel het juiste punt neemt in combinatie met de juiste richtingsvectoren. Dus eigenlijk moet je een punt nemen op EC. Ja, E of C is ideaal. En de richting, EC moet je hebben als richting en OB moet je hebben als richting. Oké, dus dan kunnen we aan de slag. Hè? Dus we gaan dat doen. C, ik ga het punt C nemen nu. Je mag ook E nemen uiteraard, maar C is iets makkelijker om te rekenen. Ik ga evenwijdig met EC nemen. Ja, merk op, evenwijdig met EC. Waarom? Ik ga mijn richtingsvectoren vereenvoudigen uiteraard. En ik ga ook evenwijdig met OB nemen. Dat is de bedoeling. Hè? Oké, een keer doen. Dat is dit, hè. Deze determinant moet uitgerekend worden. Dus x, y, min 4, z. Ik heb het punt C genomen. De richting EC. Ja, dat is een veelvoud van 1, min 1, 1. Hè. Eigenlijk staat er 4, min 4, 4, hè, waarschijnlijk. Vermoed ik. Maar ik heb daar 1, min 1, 1 van gemaakt. En hetzelfde voor OB. OB is eigenlijk 4, 4, 0. Maar ik maak daar uiteraard 1, 1, 0 van. Allee, goede oefening voor iedereen. Een keer doen. Een keer rekenen. Bereken die determinant. Doe dat maar een keer. Ja. Ja, wat staat het punt 0 dan voor? Het punt 0, dat is het punt waaruit ik de afstand tussen de twee kruisende rechten ga berekenen. Dat is het belang van dat punt van de oorsprong. Die oorsprong, dat is het punt van waaruit ik de afstand tussen de twee kruisende rechten ga berekenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga straks nog een keer in de vorige slide hebben we gezien. Ja, ik kan dat nu al een keer doen. Kijk, als je die vorige slide ziet, jullie kunnen rekenen, hè? Geen probleem. Kijk. Dat punt, de oorsprong bij mij is eigenlijk speelt de rol van P in de vorige slide. Snap je? Want de rode afstand is gevraagd, maar ik heb u laten zien dat die rode afstand hetzelfde is als die zwarte afstand. Hè? Dat maakt niet uit. Hè? En verandert er iets als je niet de oorsprong neemt? Nee, het enige dat je moet doen is een punt nemen dat op de rechte OB ligt. Wat maakt niet uit welk punt dat je neemt. Ja, je moet een punt nemen op de rechte OB. Dat staat ook hier. Hè? Neem een punt P op OB.
maar het maakt niet uit welk punt hij neemt. Ja, dat klopt, hè, want als je kijkt naar je tekening hier, dan zie je of dat punt P nu daar ligt, of daar ligt, of daar ligt, of daar. Dat maakt allemaal niets uit. Hè. De afstand van P tot dat vlak, beta, gaat overal hetzelfde zijn. Dus je mag echt kiezen welk punt je neemt. En ik kies uiteraard liefst van al de oorsprong. Hè. Want dat is voor mij het makkelijkste rekenwerk. Ja, dat punt gaan we later gebruiken. Ja, nu nog niet. Dat klopt, nu nog niet. Nu zijn we het vlak aan het bepalen. Dus we hebben het punt gekozen, Noor. Nu zijn we het vlak aan het bepalen. En de laatste stap zal zijn, bereken de afstand van het punt tot dat vlak. Ja, dus wat doe je dan met dat punt? Dat is in de laatste stap. Het stappenplan bestond uit 3 stappen. In de laatste stap gaan we de afstand berekenen van dat punt tot het vlak. Oké, dankjewel, alsjeblieft. Heeft er iemand een vergelijking? Intussen. Zo'n determinantjes, mensen, dat kunnen jullie wel voorspellen. Op uw examen ga je dat wel een keer moeten doen. Hè. Toch wel een keer of 2, 3. Hè. Oké, ik zie 2 voorstellen. We gaan een keer moeten checken. Hè. Ik kan eenvoudig controleren of dat juist is door bijvoorbeeld te checken dat bijvoorbeeld 040 erop ligt. 040, er is wel een verschil tussen de 2 voorstellen die ik gekregen heb, hoor. Dus ik heb min x plus y plus 2z min 4 is 0. En ik heb x plus y min 2z min 4 is 0. Dus er zit wat verschil op de tekens. Nu, we kunnen bijvoorbeeld ook een keer testen of dat e erop ligt. Hè. En e is het punt 404. En dan lijkt bijvoorbeeld bij Elise Lore uw voorstel niet juist. 404. Hier, Timo, ik denk dat jij toch in de juiste richting zit. Maar inderdaad, er is wat te doen met je tekens, hè, mensen. Daar ga je nog een beetje moeten aan werken. Ik bekom x min y min 2z plus 4 is 0. Ja, Rob past met rekenwerken. Ja, dat is wel belangrijk. Hè. Controleer je antwoord. Hè. Dus check of dat C erop ligt. C is het punt 040. Dus voor maar een keer in. Hè. En check of dat E erop ligt. E is het punt 404. En je zal ook zien dat dat voldaan is. Hè. In dit voorbeeld. Is het niet hetzelfde als die loren? Ja, dat kan nu wel zijn. X min y min 2z plus 4. Ja, sorry. Ja, het was van Timo. Zat er een foutje in. Ja, oké. Okay. Van die loren is het ook juist. Ja. Sorry, die loren. Oké, okay, laatste stap, mensen. Laatste stap. Wat is die laatste stap? Ik heb beta bepaald. Ik ga de afstand berekenen van p tot beta. Ja, en we gaan zien hoe dat 2 is. Hè. Dat is de formule van gisteren. Hè. Ah, om een keer de gelegenheid aannemen om dan een keer goed uit te leggen hoe je dat doet. Wat doe je? De afstand van p tot beta. Ja, om te beginnen zat dus de afstand, vorige, even te snel, van de oorsprong tot beta bij mij, want ik heb voor het punt p de oorsprong genomen. En hoe zat die formule nu weer aan elkaar? Het is een breuk in de teller absolute waarde. Dan moet je proberen te onthouden. Breuk in de teller absolute waarde, de noemer vierkantswortel, dat is zo typisch de vorm. De teller absolute waarde van wat? Je moet de oorsprong invullen, dus het punt moet je invullen in de vergelijking van beta. Dus we houden dan over 4. En onderaan, in die formule, staat de norm van de normaalvector van uw vlak. Dus met andere woorden, ik krijg deze berekening. Absoluut waarde 4. En onderaan staat 1 plus 1 plus 4 onder de wortel. En ik vind 4 op wortel 6. Je kunt er al wat vereenvoudigen. 2 wortel 6 op 3, als je dat liever zo schrijft. Maar totaal niet gelijk aan 2. Dit is kleiner dan 2. Dit is minder dan 2, zo blijkt. Nu, als je nu afvraagt, ja, wat is dan die gemeenschappelijke loodlijn? We gaan die, toeval wel, dat we die morgen eigenlijk nog een keer helemaal in detail gaan tekenen. Maar eigenlijk kan je die ook wel een beetje inschatten, hoor. Het idee om het midden van OB te verbinden met het midden van EC is op zich wel waardevol. Maar waar zit het probleem, denk je? Welke hoek zal geen 90 graden zijn? Is dat de hoek op OB of de hoek op EC? Als je het midden van OB verbindt met het midden van EC. Welke hoek zal geen 90 graden zijn? Is dat de hoek op OB of de hoek op EC? Dat is een eenvoudige vraag, dacht ik. Op EC uiteraard, ja. En dus met andere woorden, wat moet ik doen? Ja, je moet niet van het midden naar het midden gaan. Nee, je moet van het midden, ja, je moet iets meer naar daar gaan. Hè. Je moet iets meer naar rechts gaan. Kijk, zo hier ergens moet dat liggen, hè. Daar om precies te zijn. Daar ligt die gemeenschappelijke loodlijn. Ja. Nu, vooral de duidelijkheid, mensen, het is niet de bedoeling dat je ze zelf kunt gaan tekenen, want ja, tenzij dat die tekening perfect op schaal zou zijn, maar dan moet je eigenlijk ook die voetpunten kennen. En de methode laat niet toe, herinner u, laat eigenlijk niet toe om de voetpunten te berekenen, omdat het gewoon niet nodig is.
Dus dat is eigenlijk een beetje extra. Maar ik wil wel gewoon een keer tonen waar ze ligt. Hè. Dat is inderdaad die gemeenschappelijke loodlijn. Je ziet ook dat die korter is, hè, dan 2. Die is in dit voorbeeld 4 op wortel 6.